We staan met Floris Mulder, VVOG uit. Ja, een degelijke overwinning. Ondanks dat de goals komen uit penalties. Is dat, hoe voelt dat bij de spelersgroep? 3 goals zijn 3 goals. Dus, maar 0-3 klinkt makkelijk, maar dat was het niet. Dat is nog lang moeilijk. Ja, ik hoorde net van de trainer dat hij niet zo tevreden was over de eerste helft, aanvallend gezien vooral. Waren de spitsen moeilijk te bereiken of hoe ging dat? Ja, moeilijk te bereiken. Het zit altijd een wisselwerking in. Dus aan de bal zelf kon het beter, maar ook zonder bal. Maar het is ook lastig als zij iets inzakken. Om dan wil je aan de ene kant ook bal in de ploeg houden en niet gelijk die bal weer kwijt zijn met de lange bal. Aan de andere kant wil je snel naar de spitsen toe, dus dat is af en toe ook gewoon moeilijk. Kijk ik eventjes verdedigend, geef je eigenlijk niet of nauwelijks kansen weg. Dat moet dan toch weer een lekker gevoel zijn voor iemand die daar in die verdediging speelt. Zeker. Ja, ze hebben denk ik één grote kans gehad, net na die 2-0. Die pakte Roodje, pakte die goed. Staat daar toevallig. Ja. 3 punten. Mee blijven doen in de top van de derde divisie. Prima zaterdag, denk ik, voor Sportlust. Ja, zeker. Ik denk als je 0-3 wint, ook al was het qua spel niet al te best. Dat is gewoon lekker de bus in, toch? Ja, zeker, zeker. Even over jou persoonlijk nog even. Je bent een poosje eruit geweest met een blessure. Nu speel je vandaag gewoon weer 90 minuten. Alles weer oké? Okay? Ik was al een tijdje weer oké, hoor. Uiteindelijk viel de blessure veel mee, maar het team begon te winnen. Dus dat bleef gewoon staan. En nu lekker weer voetballen en op naar de volgende wedstrijden. Zeker, ben ik blij mee dat ik weer eindelijk 90 minuten kon spelen. Dus ik hoop dat we nog veel gaan volgen. We gaan het afwachten. We zien elkaar volgende week thuis tegen ASWA. Ik wens je een heel fijn weekend. Hetzelfde. Dankjewel.